Yo Nintendo fans, welkom alweer bij aflevering 36 van Paper Mario The Origami King. We hebben het vierde lint verwijderd en nu moeten we op weg gaan naar het vijfde lint. En dat is het groene lint. En daarvoor moeten we hier alle origantenkrachten combineren, denk ik. Ik denk dat we hier de waterorigant moeten gaan gebruiken om hier het vuur te doven. So, let's go Olivia, doe je ding. Is dit het? Ja, kijk, dit is hem. Nice. Dat is knop nummer 1. Hoppa. Ja, het standbeeld begint te draaien. Lekker. Dan gaan we door naar de volgende, waar we de vuurorigant moeten gebruiken, omdat we het ijs moeten smelten hier. Go, Moltres! Nice. Dit is trouwens wel een beetje een derpy standbeeld, moet ik zeggen. Moltres ziet er wel veel toffer uit dan dit standbeeldje. Dan hier, de ijsorigant. Kom op, Mega Beer! Bevries dat meer. Lekker. En... bam. Ja, vet. Cool. Dat is nummertje 3. Hoppa. Ja, ja. Nice. En dan de laatste. En dat zal ongetwijfeld dan de aardorigant zijn. De mega grote schildpad. Ja, sowieso. De aardorigant. Wat is die Olivia toch een baas, hè? Dat ze gewoon in al deze dingen kan veranderen. Super cool. Kijk, het platform gaat naar beneden. Nice. En dan kunnen we ook hier een klap op geven. En dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Of we een soort van trappetje krijgen. Of misschien een of andere hele grote windvlaag die naar boven blaast. Ze beginnen in ieder geval allemaal een laserbeampje te schieten. Hoppakee, de ijsorigant standbeeld ook. En wat is de... Oh ja, kijk, het is een soort van portal of zo. Wow, dit is super vet. Door het licht, het gaat zo van... Pieuw, regelrecht de wolken in. Ik wou eens dat jij de wolken in ging. Daar is die weer, jongens. Sorry. Ga jij lekker de wolken in of zo? Juist. Anyway, het licht. Het licht roept ons. Oeh, we gaan naar het licht. Als een vuurvliegje worden we er naartoe getrokken. Oh nee, muggen zijn dat, hè? Oeh, nice. Ja, dit is wel cool, hoor. Hoppakee, we worden gewoon een soort van naar de hemel geschoten of zo. What? Boven de wolken. En ja, richting het groene lint. We volgen het groene lint en we zijn in het sparadijs. Olivia vraagt, waar zijn we? Nou, dit is het sparadijs. We zitten heel hoog en Olivia kan bijna niks zien door al die wolken. Maar wel het groene lint daar zo naast je. Het verdwijnt een beetje in de wolken. Zullen we kijken waar het naartoe gaat? Dat lijkt me een puikplan, Olivia. Laten we over deze brug heen gaan en door de wolk heen. Oeh, de wolken verdwijnen voor onze ogen. Wat? Oh. Het paradijs hebben we gevonden. Weet je wat dat betekent? Ik heb geen flauw idee, zegt Olivia. Maar het klinkt goed. Olivia heeft geen idee wat het paradijs is. Maar ze is toch blij om hier te zijn. Ja, het is top dat we hier zijn. Kijk, 1000 muntjes erbij. We hebben nu 24.000 moonskies. Ik moet natuurlijk nog steeds die upgrade kopen op Schedeleiland. Maar ja, daar heb ik nu even geen tijd voor. We gaan gewoon door. En we gaan eens kijken waar we ons nu bevinden. Wow. Kijk die toodengeltjes. Welkom in het paradijs. Het paradijs, dat klinkt geweldig, zegt Olivia. Wat betekent het eigenlijk? Kun je hier sparren of zo? Deze toads zien er niet uit alsof ze willen vechten. Ze lijken bijna te kalm. Wat mysterieus allemaal. Het ziet er zo gemoedelijk uit allemaal dit. Prachtig. Hey, is dit de Merino? Super Merino speelgoed. Spelgoed Super Merino. Helemaal niet. Dit is een model van de Spa Merino. Een onderzeeër die onze gasten naar Ruiteneilandbeproevingen brengt. Huh? Ik heb hier nog veel meer over te vertellen. Wil je meer weten over zijn fascinerende geschiedenis? Nou, vertel. Volgens een legende werd onze kleine Spa Merino ooit gestolen door de mythische kapitein Toad. Huh? Bij wijze van losgeld bood hij aan de onderzeeër terug te geven aan koning Zwamsus in ruil voor zijn kroon? Wacht even. Wat is hier allemaal fout gegaan? Daar was koning Zwamsus een vermaard spa-fanaat en gever van Gullefoy niet blij mee. Bovendien wilde hij graag koning blijven. Dus koning Zwamsus liet kapitein Toad gevangen nemen en bevriezen in een blok ijs. En Olivia denkt, ja, maar die is toch helemaal niet de type om de koning af te zetten, die kapitein Toad. Het is inderdaad een raar verhaal. Dit is vreemd. Ik ben benieuwd of daar nog op teruggekomen wordt. Tje mevrouwtje Toad, ik weet eigenlijk niet wie je bent. Welkom in het paradijs, Mario. Hier kun je tot de rust komen, reflecteren en weer als herboren uit onze warme bronnen komen. Olivia, die is wel hyped eigenlijk. De voorgestelde donatie voor toegang is 1000 munten en tevens verplicht. Mag ik je aanraden deze donatie nu te maken? Wat een afzetters! Ik dacht dat het gratis was, maar we moeten gewoon 1000 betalen. Nou, oké. Nog iets voordat je gaat. We hebben een speciale stempelkaart en neem deze kaart mee naar elke bron die je bezoekt.
Oké, we gaan lekker de bronnen bezoeken in het Sparadijs. En we gaan de stempelkaart proberen te vullen. Moeten hen laten weten als ze daarmee klaar zijn. Nou, oké, top. We gaan eens even lekker chillen. We gaan hier kijken. Ah, kijk, hiermee kunnen we terug naar het Tooddorp. Dat is ook wel chill. Ik vind het tot nu toe nog niet echt nodig. Dat was niet de plek waar we een stempeltje moesten halen in ieder geval. Dus we gaan maar eens hier naar links. Dan gaan we eens even kijken waar we terechtkomen. Dit ziet eruit alsof we een stempel moeten halen. De helder waterbron verhelpt scheuren en ezelsoren. Nice. Olivia, heb je er zin in? Dit water ziet warm uit. Zou dit zo'n warm waterbron zijn, zegt Olivia. Ah, dit voelt zo chill. Ja hoor, full HP zijn we weer. Olivia weet niet echt of ze hier goed aan doet. Ze zegt, misschien moet ik wel helemaal zompig van dit water. Mijn hart gaat een keer, maar er is maar één manier om achter te komen. Olivia gaat er ook in. Ja, hoe voel je je, Olivia? Voel je je chill? Ze heeft het sowieso een beetje warm. Ja, dat lijkt sowieso wel een beetje op mij op dit moment. Maar ze begrijpt het nu wel. Ze vindt het blijkbaar wel lekker. Ze gaat even helemaal niks doen. Let maar niet op mij. Dus zo voelt het als je lichaam en geest herboren wordt. Oké, Olivia. We zijn klaar. Dit was super chill. Hoe gaat het met jou? Hij vraagt hoe de temperatuur is. Hij wil niet gekookt worden namelijk. Maar, Olivia die zegt... Hey, ben jij niet een van Bowser's onderdanen? Ja, wat doe jij hier? Mag ik een stempel voor jou? Hier kunnen we stempelen. Hoppakee. En door naar de volgende. Pats. Oh, dit is een mooi hamertje. De legendarische hamer. Een van de meest sterkste en schitterende soort. Weet je hoe chill het zou zijn als die niet kapot zou gaan? Sowieso gaat die wel kapot. Ze gewoon altijd die legendarische hamer konden gebruiken. Dan voel ik me net voor gewoon. Ja, oké. Dit uitzicht is geweldig. We zijn letterlijk in de wolken, Mario. Het is zo fijn dat ik het groene lint bijna zou vergeten. Overdraaid. Nu moet ik er juist aan denken. Wow, is het Bowser's kasteel? Wacht even. Is Bowser toch onze enemy nu? Wow, oké, nu ben ik hyped. Nu ben ik hyped. Nu heb ik er zin in, jongens. Ik ben benieuwd wat dit gaat brengen. We moeten even met deze terreinknecht gaan praten. Kamek! Dude, wat doe jij hier? Nee, hij vraagt Mario, wat doe jij hier? Nee, wat doe jij hier, Kamek? En Olivia snapt er niks van, want ze snapt niet hoe wij elkaar kennen. Ze snapt wel dat Mario beroemd is, maar ben jij de terreinknecht hier, Kamek? Ik ben de allerhoogste onderdaan in de rangorde van Bowser en ik heb het al ontelbare keren opgenomen tegen deze rode snorremans. Ja, en je hebt altijd verloren. Als heer Bowser's allerbeste terreinknecht heeft hij wat belangrijke informatie voor mij. Oh, oké. Wat is er gebeurd? Toen Bowser met die clowncapsule ontsnapte, keerde hij terug naar zijn kasteel waar Kamek wachtte. Oké, bij aankomst werden we verrast door gevouwen soldaten en Bowser die werd opnieuw gevangen genomen. Kamek heeft zichzelf heroïsch afgezonderd tijdens de aanval. Oftewel, hij is gewoon gevlucht. Als een pussy. Kon hij in ieder geval het noodprotocol activeren. Maar de knop die ik indrukte schakelde de motoren van het luchtschip uit en het lag niet aan Kamek. Tuurlijk, het ligt nooit in jou, Kamek. Met uitgeschakelde motoren stortte het luchtschip neer in het paradijs. Oh, daarom. Ja, het ziet er inderdaad een beetje kapot uit allemaal daar. Regelrecht in de feestzaal. Oh, oké. Deze Toad is toch boos. Ik dacht dat mensen alleen blij waren in de hemel. Maar oké. Toad zegt, je moet een reservering hebben als je een kasteel op onze feestzaal wil laten neerstorten. Heb je enig idee hoe vol onze kalender staat? Hij moet spoedkosten, bezorgkosten, leveringskosten, annuleringskosten en voorrijkosten in rekening brengen. Hij vraagt zich af hoe ze gaan betalen. Met munten, bloed, zweet of tranen van Bowser's onderdanen. Een antwoord is niet nodig, want hij luistert niet. Kamek luistert niet, hij staat opeens te vegen. Heer Bowser en ik zitten in een penibele situatie, zegt Kamek. Nou ja, ik denk dat wij het voor je gaan oplossen, Kamek. Hij zegt, ben je van plan om Bowser's kasteel binnen te gaan, dan kan die wel van pas komen. Oh, ga je ons helpen? Word jij onze nieuwe companion? Oh, nee, hij gaat ons gewoon voor. Oké, hij gaat ons voor. Ik wil wel even de plattegrond bekijken. Oké, we moeten naar beneden, naar rechts en naar links boven bij die boompies. Dat zijn alle spa's waar we naartoe moeten. Oké, Kamek, let's go. Wat een baas hier, hè? Oeh, hier staan allemaal enemies. Die staan allemaal te helpen. Ze moeten allemaal vegen. Kijk, ook Shy Guy die is lekker aan het schrobben. En we moeten Kamek even volgen. Kamek! Waar gaan we naartoe dan? Moeten we naar binnen? Moet ik echt naar binnen? Dude, ik wilde net gewoon genieten van al die spa's, jongen. Ik wilde lekker chillen en zo. Oh, wacht even. Wacht even. Het is een nieuwe enemy. Het is Pikachu met zijn donderschok. Er is een bliksembeest dat de voordeur bewaakt, zegt Kamek. Ik ben blij dat ik me niet inbeelde. Zo te zien kunnen we er weinig tegen beginnen vanaf de grond. En die gevouwen soldaten hebben mijn vliegende bezemskill gejat. Kamek vraagt zich af hoe we daar boven komen. En iemand roept, vader! Is het Bowser Jr.?
Het is... Ja, kijk dan. Het is Bowser Jr. Jonge meester Bowser Jr. Met die clowncapsule kunnen we namelijk bij die wolk komen. Dus Kamek is blij dat Bowser Jr. er is. Ja, of anders fix jij het even. Pas op voor die schaar. Hij is in stukjes geknipt. Oké, dit is wel een probleem, denk ik. Kijk, vouwen kan je herstellen. Maar hoe ga ik nou Bowser Jr. weer aan elkaar krijgen? Plakband? dit is niet helemaal goed gegaan, jongens. Olivia zegt, hey, ik wil je niet afleiden, maar heb je wel eens die warmwaterbronnen geprobeerd? Die zijn verkwikkend. Misschien als we hem daarin gooien, dat hij dan weer heel wordt. Dat is best wel een goed idee eigenlijk. Dat is een supergoed idee van Olivia. Snel, we moeten de snippers van de jonge meester in de helderwaterbron gooien voordat er niks meer te redden valt. Oké. Snel naar de helderwaterbron. Ik weet niet welke dat is. Maakt niet uit. Is dat deze? Is dit de helderwaterbron? Nee, dit is niet de helderwaterbron. Moeten we hier naartoe? Nee, we moeten niet hier naartoe. Tempo! Waar is de helderwaterbron? Oh, dat was de eerste. Oké, we gaan terug. Springen, Kamek, springen. Geen idee waarom je moet springen, maar ik vind het gewoon leuk. Bling, 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 bling. Sneller, Kamek, sneller. Het zou echt zo handig zijn als je je eigen bezem stil nog had, Kamek. Yo, Kamek, gooi hem erin. Wat is hier? Oké, mogen we er even bij? We mogen er niet bij, hè? Nee. Jullie zijn degene die stuk gaan. Helemaal niet. Kom dan. Ik sloop je de moeder. Oké, het zijn er wel veel. En ze zien er best sterk uit eigenlijk. Toads, kom maar even helpen. Ik ga de legendarische hamer uitproberen, jongens. De legendarische hamer. Let's go. Oh, bam. 49 HP maar liefst. Dat was lekker. Dus even kijken of die gouden hamer ook zoveel damage doet. Pak ze. Oeh, die doet 30. Ik heb ze ook niet helemaal goed geraakt. Laten we deze twee in ieder geval dan even finishen met een normale hamer. Dan zijn we daar vanaf. Hoppakee. Oh, kijk hoe sterk Kamek is, jongen. 57 HP damage doet hij. Jeetje, Kamek is nog sterker dan Toad. Oké, laten we snel hierin gaan. Gooi Bowser erin. Ja, doe maar. Gooi hem erin. Doe dan. Hier. Hallo? Gooi hem erin. Wat ben je aan het doen? Gooi hem nou erin. Doe het nou. Lekker. Oké. Helpt dit? Ja, kijk, hij gaat onder. Olivia is nog steeds lekker aan het genieten van de warmte. Kamek vraagt zich af of het werkt. Ik ook. Oh, hij is terug. Ja hoor. Bowser Jr. is terug. En Bowser Jr. zegt, ik was er niet. Ik heb het kasteel niet laten neerstorten dit keer. Het was ik niet. Nee, ik heb het niet gedaan. Ik kwam hier alleen om vader te helpen. Maar voor het eerst, voor ik het wist, was ik veranderd in een hoopje snippers. Ja, dat ging best wel snel. We gaan niet vechten, Bowser Jr. We gaan niet vechten. We moeten even dat groene lint verwijderen. Kamek zegt ook, wacht jonge meester, we hebben belangrijkere dingen te doen dan Mario voor de miljoenste keer het leven zuur maken. En de miljoenste keer verliezen. We moeten dat kasteel in zien te komen, jongens. Bowser Jr. die wil nog steeds vechten. Nee, we gaan niet vechten. Even gewoon een keer niet. We gaan even een keer niet vechten. Zijn apparaatje werkt niet meer. Hij is kapot. Hij vliegt niet meer goed. Ik denk dat we Bowser even ook in die andere spa's moeten gooien. Let's go jongens, let's go. Bowser Jr. zit bij Kamek op zijn rug. Oké, laten we de andere spa's even op gaan zoeken. Bowser Jr. die vindt het allemaal maar gênant dat hij nu op de rug van Kamek zit gebonden. Kamek zegt, ja, ik droeg je al toen ik een baby was. Zit hier een toad onder? Oh, er zit geen toad onder. Oh, maar hij bedankt ons. Hij wilde net gaan snoeien. Nou, graag gedaan, denk ik. Hier mag je gratis in, trouwens. Laat ik hier even ingaan. Hoppakee, dit is een lekker voetenbadje. Het doet voor de rest helemaal niks. Er staat nog een toad even die Koopas te commanderen daar. Ja, er wordt flink geholpen om een mooie plek te maken van deze spa. Wat ligt hier? 10 muntjes. Nog meer muntjes. Helemaal vol hier. Wegwezen, zegt hij. Het is helemaal niet vol. Bowser Jr., het lijkt erop dat we toch echt wel gaan vechten. Zal ik op zijn hoofd springen? Kan dat? Oké. Het was iets voller dan ik dacht. Ja, maar de Goomba's die hoeven over het algemeen geen problemen meer op te leveren, denk ik. Want dat waren letterlijk de allereerste vijanden in de game. Dus dit moet wel goed gaan komen. Hoppa, ja hoor. En dat was het alweer. Hoppakee. Muntjes pakken. Dit zijn niet heel veel muntjes. Weet je wat, laat die muntjes maar liggen, joh. Het zijn allemaal enkele muntjes. Gooi die Bowser even door dit spaatje heen. Hoe voel je je, Bowser? We gaan hem weer in volle glans in de glorie zien. Hij wordt ondergedompeld. Ja, kom maar. Werkt het? Doet het wat het doet?
Ziet er nog niet helemaal schoon uit. We moeten nog steeds iets doen aan die vouwen en vlekken van de jonge meester. Ja, dat lijkt me een goed plan, Kamek. We moeten natuurlijk niet de stempel vergeten. Hoppa. Even kijken, wat is hier? Ah, kijk, een kistje. Nice. Open het kistje. Wat zit erin? Weer een miniatuurtje. Ja, een miniatuur beeldje van de waterorigant. Ah, er zullen vast die andere beeldjes ook wel hier ergens te vinden zijn. Oh, we hebben hier een koepaatje bevrijd. Hij was de binnenkant van die krat aan het schoonmaken. Ja. Je was gewoon aan het verstoppen. Geloof er niks van. De toads hebben Sniffits aangenomen om deze winkel te werken, maar ze zijn allemaal verdwenen. Ja, dat snap ik. Jullie commanderen ze alleen maar. Jullie zien er zo lief uit, maar jullie zijn helemaal niet zo lief. Deze gast zegt ook, ik ben dat vegen echt beu. Ik wil terug naar mijn normale werk. Hakken! Wil je iets voor 10.000 munten kopen? De opbrengst worden gebruikt om mij weer aan het harken te krijgen. 10.000? Wat als ik het niet koop? Oké, zal ik het kopen? Ik ga het gewoon kopen. Scheid. Oh, echt? Dit gewoon? De getijdentoren miniatuur? Oh, waarom heb ik dit gekocht? Rip 10.000 muntjes. Kijk die Sniffit trouwens daar chillen. Daar ben je, jongen. Ga eens aan het werk. Hoppakee. Lekker werken jij. Kijk, zie je? Die heeft de winkel weer geopend nu. Is hier nog een spa te vinden of wat? De junglebron. Ja, dan moeten we hier naartoe. Oh, kijk, dan gaan we op dit platformpje. Ja, dit is een mooi platformpje hoor. Dit ziet er allemaal mooi uit. Ja. Kijk eens, de junglebron. Zit hier een toad verstopt? Nee, dit is die andere Sniffit. Ga eens even werken. Ga eens even terug naar de winkel, vriend. Wandelroute naar de junglebron. Ja, dit ziet er gevaarlijk uit. Ik ben benieuwd wat hier allemaal gaat gebeuren, jongens. Het is een behoorlijk boom. We moeten helemaal naar boven? Ik denk het wel. Want ik zie daar een trappetje. Nee, joh. Oh, de brug is kapot. Ah. Oh, moeten we de pad aan de zijkant nemen of zo? Oh, nee. Oh, nee. Dit is nooit oké, hè. Als je van het pad afwijkt, dat gaat nooit goed. Maar ik denk het wel. We moeten hier naartoe. We moeten de jungle in. Straks komen we Donkey Kong nog tegen. Dat zou sick zijn. Ah, ik denk het niet. Ik denk niet dat hij in deze game zit. Het is zo wilderig en tropisch, zegt Olivia. Dat is wel het minste wat hij verwacht van Sparadijs, zegt Kamek. Dat resort is nou niet bepaald goedkoop. Maar ik verwacht dat we via deze route misschien aan de andere kant van die kapotte brug komen. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En ik ben benieuwd wat voor avonturen ons hier te wachten staan. Want ik verwacht wel een hoop enemies eigenlijk. Ik verwacht niet dat we dit zomaar gewoon even lekker rustig door kunnen lopen. We moeten een keuze maken. Gaan we links of rechts? Olivia zegt, ik denk dat we die kant op moeten. Noem het maar origami gevoel. En Kamek denkt dat we links moeten. Ja, nou, ik ga sowieso voor Olivia. Ik vertrouw Olivia. Wie is dit? Er was geritsel in de struikjes. Was het een verbeelding van Olivia? Ik weet het niet. Ik weet het niet. We gaan gewoon kijken. Zijn we nu weer terug? Oké, dit was niet de goede kant. We hadden Kamek moeten volgen, jongens. Ja, en nu hebben we allemaal enemies hier. Potverdorie. Het zijn bosjesmannen. Maak ze kapot, die bosjesmannen. Nog een keer. Lekker. Ja, Kamek die zal de rest wel doen, denk ik, met zijn magie. Holy crap, jongen. En dan mogen we nu de origantenkracht gaan gebruiken. De ijs-origantenkracht. Dit zal toch wel sterk... Kamek is sterker dan de ijs-origant. Hoe dan? Oh, dit voelt niet goed, jongens. Dit voelt een beetje naar. Dat Kamek sterker is dan de freaking ijs-origant. Nou, dan gaan we maar naar links. Dan gaan we Kamek's pad maar eens volgen. Ik zal hier wel weer de verkeerde keus maken. Kamek die zegt, ja, ik neem aan dat je mij volgt. Nee, ja, ik ga weer voor Olivia. Ik vertrouw jou... Ik ben benieuwd of Kamek boos wordt. Ik zou me wel een beetje genaaid voelen hoor. Als iemand continu voor de ander kiest. Maar ja, Olivia en ik zijn al zo lang samen, weet je wel. Dus ja, natuurlijk vertrouw ik Olivia. Ik wil Olivia's vertrouwen niet beschamen. Kijk, het ziet er nou uit dat dit de goede kant is, maar... Ik weet niet wat daar allemaal... Oké, ja. Dit was de goede kant blijkbaar. Alleen nu kunnen we er niet meer doorheen. Nou, dan toch maar weer het pad van Kamek. En verder dan volgen we straks één keer Kamek. En dan hebben we het opeens fout. Wow, kijk deze mega piranha plant. Nou, wat een opschepper, joh. Ja, vind ik ook hoor. Het is echt een beetje... Hij doet een beetje stoer. Ik zou hem zo verslaan. Ja, oké. Piet, ik ben het niet vaak met je eens, maar nu wel. Alleen, weet je, ik ga het wel gewoon even doen. Ga jij maar gewoon weer even lekker hier chillen. Ik ben wel benieuwd of het lukt. Nee. Oh, we worden opgegeten. Ah, gebruik de hamer. Hoppakee. Ja. Dit was niet echt een slimme keus. In ieder geval vinden we hier weer een hartje. Hebben we hier genoeg snippers voor om dit kistje te pakken? Ja, dit moet denk ik wel lukken, want we hebben een groene snipperzak. Dus ik
denk dat dit wel goed komt. Yes! Hoppakee. Ja, de woudreus. Oké, nu weten we gelijk waar we mee te maken hebben. We hebben met een woudreus te maken, blijkbaar. Wat zit er in dit blokje? Oeh, legendarische ijzerschoenen. Ja, die zien er mooi uit. Dat zijn fancy schoentjes. Oké, zal ik gewoon lekker langs hun lopen? Ja, top. We zijn aangekomen bij een open plek, maar ik zie niets wat op een bron wijst. Is dit het einde van het pad? Zullen we dat eens even uit gaan zoeken? Ik ga in ieder geval gewoon even die gaten hier maken. Ja, we moeten uitkijken voor de bijtjes. Even dit gat maken. Oké, wat is hier de bedoeling van? Juist. Ah, kijk, ja, we moesten die planten kapot maken. En nu moeten we deze gast hier verslaan. Oh, en dan moeten we ze gelijk allemaal verslaan. Ja, ik denk dat ik hier toch echt even die andere schoentjes had aan moeten trekken. Ik heb in ieder geval nu de glitter ijzerschoenen. Misschien is dat ook wel voldoende. Oh ja, die doen ook 40 HP damage. Ja, dit is top. Dit is prima. Nu deze nog even. Yes, nummertje 2. Top. En hier knallen we even de glitterhamer bovenop. Ik ben benieuwd of we hem gewoon dwars door die bollen heen slaan ook. Hoppa. Nou, ja, maar ze hebben waarschijnlijk 40 HP, die gasten. Maar ja, Kamek die fixt het wel weer voor ons. Ik denk dat het tijd is voor een vuurbloem, jongens. Burn ze! Hoppakee! Later! Nog een ronde, holy crap. Hopsakee! En later! Doei! Lekker Kamekie! 1575 muntjes, dat is aardig wat. Nou, helemaal top. Nu kunnen we de vouwarmenkracht weer gebruiken. Ah, dan kunnen we dit randje grijpen. Ja, top. En dan kunnen we... Oké, een trappetje. Lekker. Trappetje erbij. En springen maar. Oh, nee! Nee! Nee, pas op voor die chain jump. No! Oké. Holy crap, dat ging maar net goed. Ik denk dat we even niet naar beneden moeten nu. Nee, die chain jump die gaat aardig los. Dat was er dus aan het ritselen in het bos. Kamek zegt, Bowser zou die chain jump geweldig vinden. Hij bestelt er vast een paar als verrassing. Nou, zullen we gewoon even lekker doorlopen? Zullen we ons maar niet te veel met die chain jump bemoeien? Dat lijkt me een strakker plan. We gaan gewoon door. Hoppa. Nee, 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 nee. Niet die ninja's weer. Niet die ninja's weer. Kom op, door. Door, 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 door. Oké. We kunnen hier opslaan. En dat lijkt me een goed moment. Want 1, ik heb het weer veel te warm hier op mijn zolderkamer. En 2, we zijn aan het einde gekomen van deze video. En in de volgende video gaan we kijken wat hier in deze jungle allemaal nog meer verstopt zit. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Paper Mario, Nintendo en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!